De Stichting Bang Occasie voor Mensen met een Beperking heeft een bezoek gebracht aan de president Desiree Boutersche. Dit vruchtbaar gesprek moet leiden tot oplossingen voor deze doelgroep. De ontmoeting was op het paleis op dinsdag 4 december. Ik was in wat lichtpunten. Ik denk dat als we goed hebben geluisterd naar de president, inderdaad de president wil kijken om hoe we de probleempunten van de doelgroep, mensen met een beperking, uiteindelijk kunnen gaan oplossen. Uiteraard zijn de problemen wel best wel heel erg groot, gigantisch, omdat in de afgelopen zoveel jaren heel weinig gedaan is. Dus de problemen zijn gaan opstapelen en we moeten nu samen met de president gaan kijken hoe we snel bepaalde punten kunnen oplossen. Dat gesprek heeft zo een beetje geduurd. Heeft u alles in kaart kunnen brengen? Ja, toch wel. We hebben over een aantal punten gesproken, probleempunten. En we gaan dat verder proberen uit te werken. Zo gauw mogelijk, zodat er een verlichting komt bij de doelgroep. Heeft u voorafgaand van dit gesprek eerst gesproken met de doelgroep waarom het gaat? Ja, gelukkig behoor ik ook zelf tot de doelgroep. Dus ik weet allemaal wat de pijnpunten zijn. Maar tussendoor praten we ook onderling. Je hebt vergaderingen met de doelgroep. En dan wordt het ook aangegeven wat de problemen zijn. En dan neem je dat mee als bestuur. En dat hebben we ook gedaan vandaag. Wat is het vervolg van dit gesprek? Het vervolg van dit gesprek, we zullen in contact blijven met het kabinet, met de president en de andere mensen die de president assisteren in deze. En dan gaan we proberen de problemen zo gauw mogelijk op te lossen. Mogen we zeggen dat de mensen dus gerust kunnen zijn? Ja, we zijn bezig daaraan. En als ik goed naar de president geluisterd heb... Het heeft hem behoorlijk aangegrepen, de zaken hoe ik heb onderbouwd, de problemen die er zijn. Hij wist heel wat dingen niet. En nu dat ik het heb aangekaart, zie je duidelijk dat het bij hem speelt en dat de president willing is om de zaken zo snel mogelijk aan te pakken. Uiteraard moeten we realistisch blijven. We gaan niet alles in één keer kunnen oplossen. Maar de president wil zien dat er wel vorderingen plaatsvinden. En de zaken die we gauw kunnen oppakken, die moeten gewoon gauw opgepakt worden. En ik denk dat in de komende dagen, weken, mensen zullen zien dat er wat zaken zijn die in ontwikkeling zijn.